Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Hier was ik in Apeldoorn. En dat was wel een mooie stad, want hier had je zo'n plein met allemaal bomen. Dus het leek net Zuid-Frankrijk. En hier was ook weer dit ding met twee van die gezichten die op elkaar zitten. Maar hier hadden ze wel nog een helling met sneeuw. Dus als je wil sleeën, dan kan je hier vanaf. En hier ging ik naar de stad toe lopen, dus toen werd het wel wat leuk. Want hier hadden ze deze plantenbak aan deze paal hangen, dus dat was ook wel leuk bedacht. En toen zag ik hier ook nog een plek waar je buiten kan eten als je in de zomer hier bent. En hier hadden ze ook nog een mooie stadstuin voor als je van natuur houdt, dan kan je hier naar kijken. En hier lag nog een snoer, dus dat was wel gevaarlijk, maar toen zag ik hem net op tijd. En dit was ook wel een leuke advertentie voor de Lumpia kraam. Want hier zag ik ook weer dat hier een aap stond, maar het sloeg ook nergens op eigenlijk, dus ik weet ook niet waarom. Want hier hadden ze wel nog een mooie gracht voor als je een keer een ijsje wil eten, kan je hier zitten. En hier was het ook leuk omdat ze hier zo'n plein hadden met allemaal kroegen en zo'n standbeeld. En hier had een vogel deze fiets helemaal ondergekakt, dus dat was wel grappig. En hier kon je ook je eigen eten en gebak en zo meenemen, want gebak is geen eten. En hier zag je ook nog een vogel die ging lopend oversteken, terwijl die ook eigenlijk kon vliegen, dus dat was best dom. En hier kan je nog gezellig bowlen met je vrienden als je die hebt. En hier zag ik ook allemaal fietsen met een soort halve cirkel erboven, dus dat was best wel raar. Maar hier zag ik ook allemaal banken waar bomen uitkwamen en nog hier allemaal dingen. En hier was de laser sensation, dus dat klonk ook wel spannend. Maar hier kon je ook nog naar Café de Web, dus dat was wel modern volgens mij. En hier was ook weer een mooie een soort park en zo. En hier kan je dit nog huren als je Time & Cruise belt, dan mag je die winkel hebben. En hier zag ik ook nog een kameel en als je daar ook meer info over wil, moet je dit nummer bellen en dat was het. Doei!